Dan toch nog de Wijze Zee. Echt wat wij al lang uit ons hoofd hadden gezet. Ik kreeg ineens een telefoontje en toen zeiden ze, ja, Wijze Zee gaat door. 100 kilometer en waarschijnlijk 150. Dus we vonden het wel jammer dat we niet 200 hoorden. Maar aan de andere kant, we hadden eigenlijk al besloten om naar Zweden te gaan. 200 kilometer, 17 februari. En voor mij als trainer dacht ik van nou, 100 kilometer en 150 kilometer op de Waaijse Zee. Dat kan best wel eens goed uitpakken om nog een extra training te doen. Dus wij hals over kop eigenlijk naar Zweden, of naar de Waaijse Zee. In het vliegtuig, echt heel luxe kunnen reizen, helemaal perfect. Helemaal zoals de topatleet het wil. Gewoon kort vliegen, korte reistijd, aankomen. Nou, we kwamen donderdag eind van de middag aan. Nog even snel 2 rondjes gereden. Nou, dat was wel heel erg schrikken. Het was echt slecht ijs. Heel veel kuilen, heel veel gaten. Het was totaal anders wat de jongens in Zweden gewend waren. Dat was wel even schrikken voor de mannen. Voor mijzelf ook. Maar ik kom er wel overheen. Maar voor de jongens was het natuurlijk een heel nieuwe ervaring. Maar de volgende dag weer gegaan. Nou, daar waren de jongens iets meer op voorbereid. Toen was het ijs ook ietsjes beter. De kuilen waren een beetje weggeschraapt door de ijsmeester. Die had een wat betere ijsvloer neergelegd. Maar nog was het niet te vergelijken met Zweden. En dat was dus vrijdag, toen hebben we 30 kilometer geschaatst. En de jongens dachten van nou, we gaan het wel doen. En de volgende dag, zaterdagochtend om 8 uur, eerst de A-rijders, de echte mannen, de Henk Angenent en noem maar op, weg zien rijden. Wij 10 minuten later gestart. En dat ging eigenlijk van begin af aan heel erg slecht. De mannen die kwamen niet in hun ritme. Mike had onwijs veel problemen met zijn rug. En dat was echt wel balen. En ik had na 2 ronden, we hadden maar 10 kilometer gehad. En we hadden 2 keer gestopt en een keer geplast. En er kwam geen ritme in. Ja, en ik zei ook maar tegen Mike, van, ja, je houdt het hele team op. Ga eerst maar een ronde rusten en dan zien we wel. Nou, en eigenlijk ging het, ja, we hebben het gehaald uiteindelijk. En Edwin die ging echt als een raket over de baan. Die reed, hè, uiteindelijk hebben we 70 kilometer met het team gereden. De laatste 30 mochten ze als wedstrijd rijden. Ze hebben het gehaald. Maar het grote probleem was, de mannen waren opgestaan met het idee van, oh, 10 rondjes schaatsen, dat doen we even. Maar het ijs viel dus toch tegen en het was veel zwaarder dan ze gedacht hadden. Dus ze kwamen zichzelf enorm tegen, vooral mentaal. Nou, en ik heb gelijk gezegd over de finish, heb ik gezegd tegen ze, jongens, morgen gaan we niet 150, maar 130 doen, maar we gaan starten. Nou, en het ijs was nog slechter dan de dag daarvoor. Alleen het mooie was, de mannen waren nu voorbereid. Ze wisten van het is zwaar, het is afzien. En we gingen van start, we reden in een trein. En we hebben eigenlijk 100 kilometer heel strak geschaatst. Het ging eigenlijk veel beter dan de dag ervoor. Ja, de mannen hebben 100 kilometer goed geschaatst. En toen mochten ze weer 30 kilometer finale rijden. Alleen Jimmy kwam er helemaal doorheen te zitten. Maar Mike die ging heel goed, zijn rug was veel beter. Cedric ging sowieso goed. En Edwin, ja, die vloog over die baan, die reed... Laatste rondje, dus van 120 naar 130 kilometer, reden die 10 kilometer in 18 minuten. Terwijl de A-rijders, de echte wedstrijdrijders, reden het 16 minuten. Dus wat Edwin allemaal doen, als ik weet het niet, was echt ongelooflijk. Ja, en Jimmy was helemaal leeg, maar het lag ook een beetje, was ook een beetje mijn schuld. Het kwam ook omdat we te weinig energie hadden genomen. En Edwin en Cedric zijn lichtere jongens, dus die kunnen met minder energie meer halen. En Mike en Jimmy die kwamen er een beetje doorheen te zitten. En ja, dat is een goede les voor ons om ze meer energie te geven tijdens de rit. En dan gaat Zweden gewoon lukken. Kat.